Wij gaan heel veel dure spullen verkopen voor maar 1 euro. Zoals deze PlayStation 5, AirPods. En we gaan ook letterlijk geld verkopen voor 1 euro. Maar we beginnen met deze auto die één van jullie kan gaan kopen. Ze moeten daarvoor wel eerst verschillende challenges gaan doen om geld te verdienen. En degene die als eerst 1 euro heeft, mag de auto kopen. En de eerste 20 cent ligt verstopt in de auto. Zoek hem maar. Go, 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 go. Ik ben dus gewoon een auto gaan kopen om nu weer door te verkopen voor 1 euro. Ja, dat is echt super slim. Ja. Dat is een goed idee. 20 cent, hè? Ik ga zoeken, man. Waar ligt dit? Wacht, misschien. Nope. Kom op, nope. Maar er is zoveel plekken, hoe dan? Zo'n muntje is echt super klein en de auto is nog best wel groot. Dus ik denk dat ze best wel even mee bezig gaan zijn. Heb je al onder het matje gekeken? Huh? Ik zie niks, man. Ligt hier helemaal niet. Hij ligt hier ook echt in de auto? Hij ligt echt in de auto, okay. Ja. Of in de motorkap? Huh? Ik denk dat wij gewoon blind zijn. Ze zijn hier echt heel slecht in. Kom op, een beetje doorzoeken. Kom op. Degene die hem nu vindt, heeft echt een zieke voorsprong. 20 cent, hè? Dat is gewoon een vijfde van een euro. Het moet niet zo moeilijk kunnen zijn. Ik snap er echt geen reet van. Oh, Lars is heel warm. Lars is heel warm. Oh, joh. Hoe kan ik hier ooit warm zijn? Ik was buiten de auto. Ik heb hem zeker gevonden. Dus dat betekent dat het nog maar 80 cent hoeft te verdienen om de auto te mogen kopen. Maar eerst gaan we nog meer spullen wegdoen voor 1 euro. Daarvoor zijn we hier in de grootste ballenbak van Nederland. Hier heb ik toch geen zin in. Jullie kunnen van ons een mini koelkast, een vergiet en een Nutella pot gaan kopen. Een Nutella pot met AirPods erin. En dat allemaal voor maar 1 euro. En niemand van jullie heeft natuurlijk cash geld bij en pinnen kan niet. Dus ik heb in deze ballenbak 1 euro munt verstopt. En de eerste die je vindt mag iets gaan kopen. 3, 2, 1 en zoek hem maar. Kom op, go, go, go. Kom op jongens, zoeken, zoeken. Een muntje is echt zo klein en een ballenbak is echt immens groot. Hoe gaan ze dit ooit vinden? Oh, 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 al die ballen. Jongens, stop eens. Ja, dan gaan we weer door. Leuk. Dit is echt zo'n klote werk. Korte opname, zei hij. Ja, Floris, ik verwacht dat we nog wel een uurtje gaan staan. Ik vind het allemaal heel erg lang duren. Floris, kies een kijker uit. Ik ga voor Lars. Nou, dan mag jij Lars gaan helpen. Hey, Lars, ik kom je helpen. De tanden. Jullie krijgen een tip. Wie wil geen tip? Is iemand die geen tip wil? Ik heb hem dus aan het begin verstopt op die plek. Het belangrijkste is gewoon dat je rust bewaart. Het gaat vreselijk. Waar is die bal nou? Ze zijn er ook gewoon echt een half uur aan het zoeken. Ik zeg niet normaal. Nope. Ik zie hem liggen, jongens. Hij ligt hier gewoon. Volgens mij zit hem niet. Jongens, ik heb hem net zien liggen. Dus hij ligt niet onderop. Ik zou voorzichtig zijn, jongens. Ik zou voorzichtig zijn. Oh, hij verpest het hele plek. Wat doe je nou? En hij heeft hem haast aangeraakt. Wat? Ja. Nee. Jongen, jongen, jongen. Ja! 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 Lekker zeg! Luc, wat wil je kopen? Ik ga dan toch voor... Oké, nee, wauw, wauw. Stap dat de moeilijke keuze is, hè? Dus, er is nu korting. 2 voor de prijs van 1. Dus je mag 2 dingen uitkiezen. Wat kies je dan? Nou, kies ik toch voor de AirPods. Oké. En dan toch de... Ik neem toch de koelkast mee. Toch de koelkast mee? Ja. Oké, nou. Hoe je ooit mee gaat krijgen, ik heb geen idee, maar... Alsjeblieft, gefeliciteerd. Dankjewel. En nu gaan we 2 euro munten verkopen voor maar 1 euro. Want Chris, als het jou lukt om al deze munten te verkopen binnen 15 minuten, krijg je van mij 100 euro. Suzie, start de tijd. Nou, wat ga je doen, Chris? Hoe ga je aanpakken? Ik denk dat ik met 10 munten begin. Hier liggen dus 50 2 euro munten op tafel die we allemaal voor 1 euro gaan verkopen. Dus dat betekent 1 euro winst. Maar niet voor ons, Sam. Oh ja. Ja, ik heb een school niet afgemaakt, ik weet het allemaal niet. Wij zijn een video op aan het nemen dat wij elke 2 euro munt voor 1 euro verkopen. Ja, wat zijn jullie? Politieke propaganda is dit, hoor. Nee, dit is YouTube. Chris, het duurt te lang. Je hebt maar een kwartier, Chris. 20 euro. Oh ja, 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 ja. Doe maar, doe maar, doe maar. Ja, wacht, ik pak eerst even de andere munten, oké? 20 munten? Heb je echt 20 munten verkopen? Atza. Wat? Want hij heeft er 20 verkocht, dus betekent dat diegene... Tientje, maar wel een brief van 20. Ja, wel, maar 10 euro winst. Huh? Nee. Eerste 20 euro. 20 euro? Oké. Okay. So I have 20 euros and you can buy them from 10 euros for me. Mensen lopen hier gewoon lang en hebben geen idee dat ze hier gewoon hun geld kunnen verdubbelen. Ja, dat is perfect. Enjoy it. Oh, hij heeft wel weer iets. Hij heeft wel weer 10 euro. Goed bezig. Je bent al over de helft, hè, Chris. Maar jij wel nog maar 6 minuten. Dan neem ik ze allemaal mee. Oké, ik ga Chris helpen. Daar! Dat is 1 euro. Niemand gelooft mij zo. Maar Sam, op deze manier maken we letterlijk 50 euro verlies. En moeten we ook nog 100 euro aan Chris geven. Als boekhouder vind ik dit sowieso echt niet goed. Boeken stoppen? Nee. Ja, wat is het nou? Hoeveel heb je dan? Ik heb hier 20. Broer, hier. Zo, nou. Chris is voor mij best wel goed bezig. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou lukken. Hier is 10 euro. Lopen en nemen. Is 20 minuten. Sorry. Nou, dankjewel. Geniet ervan. Heb je alles verkocht? Ja. Hé, hey, hij heeft alles al. En dan tellen we even de winst. 10, 20, 30 en 50. Dat klopt. Helemaal. Wow. Dus dat betekent dat je 100 euro hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Wat ga je ermee doen? Ja, geen idee. Nu gaan we weer terug naar de auto om de volgende challenge te doen. Hier staan 2 spaarvarkentjes en in eentje zit 70 cent. Dus kan deze... Oh.
Ja. Oké, nou kom er zelf maar uit. Welke willen jullie? Ik wil die. Ik denk hij ook. Steen, bier, schaar. Oh. Nou, dan krijgen jullie allebei een hamertje en dan mogen jullie zo'n podcast slaan. 3. Maar dat is helemaal mis. 2. 1. Ah. Oh. Hij heeft het. Huh? Ah, nee, er zaten gewoon ringetjes in. Shit, man. Dus jij hebt dan 90 cent. Nog maar 10 cent en dan kun je gewoon letterlijk de auto kopen. Jij staat er niet zo goed voor. Nee, ik heb nog helemaal niks. Maar jij hebt alsnog kans om deze ronde geld te gaan verdienen. Want hiernaast staan nog 3 spaarvarkentjes en in eentje zit 50 cent. Dus je mag er eentje kapot gaan slaan. En jij hoopt natuurlijk dat hij geen geld verdient. Ik gun hem helemaal niks. Oh. Ik wil zeker die auto winnen. Je mag ze dus niet aanraken en deze keer raakt Floris ze ook niet aan. Oké, gelukkig. Sorry. Welke been ben jij met voetbal? Rechts. Ja, dan gaan we voor rechts. Rechts? Oh, echt? Maar dan. Komt-ie. Nee. Oei. Oh. Ja! Hij heeft ons nog geld verdiend! Yes. Nou, oké, je bent toch nog een beetje teruggekomen. Gelukkig. Ja. Dus nu heeft Lars 50 cent en Justin al 90 cent. En je moet wel terugkomen. Ja, nog 50 cent te gaan voor die auto, hè? Ja, maar nu ga ik eerst één van deze twee ringen verkopen voor 1 euro. Want één ring is precies 1 euro waard en de andere is 100 euro waard. En Shanna, omdat jij de finale van deze video hebt verloren, mag jij een ring gaan kopen. Wel goed kijken, hè? Welke is het duurst? Kijk, die is meer goud. Maar die heeft meer diamantje. Dit kan ook gewoon nep zijn, hè? Maar dit kan ook gewoon nep zijn. Want de juiste ring is 9 karaat goud. Ik weet niet hoeveel dat is, maar het kost 100 euro. Oh, maar dit is moeilijk, hè? Ik denk die. Nou, ik vind zelf dat dit er te goud uitziet. Mark, kom eens even helpen. Wat denk jij? Ja, ik vind deze een beetje goedkoop dun uitzien. En die, ik vind diamantje wel vet. Nee, Mark, hier hebben we helemaal niks aan. Nee, ik zou het niet weten. Ik vind het alleen zonde. Wil je er geen 100 euro voor betalen? Dit hartje zit scheef. Ja, het hartje is wel scheef, ja. Als die 100 euro is, dan is het al heel slecht. Vorige keer probeerde hij zijn hart te veroveren, dat is ook niet gelukt. Dus ik zou ook niet voor die gaan. Waarom zouden je nu wel een hart geven en toen niet? Oké, Mark. Maar die glinstert wel meer, want hier zit ook iets, een krasje. Dus waar gaat nu je voorkeur naar uit? Nou, die door Suzy eigenlijk. Suzy, besef even, als dit fout is, heb jij het gedaan. Hè? Nee, dat heb jij het gedaan. Niet. Pinnen of contant? Contant. Dankjewel. Ik weet het niet eigenlijk. Hij is echt, hij is echt. Ja, ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Waar betaal je normaal 1 euro voor, maar verlies je altijd geld mee? Een grijpautomaat. Ja, dus heb ik er eentje afgehuurd. In deze grijpautomaat liggen allemaal knuffels met geld erop. En als je er nu 1 euro in doet, blijft hij het de hele tijd doen. Maar in de studio staat een knop en als daarop gedrukt wordt, valt hij uit. Wie gaat die knop indrukken? En Floris, jij moet zo snel mogelijk op die knop gaan drukken. Go, 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 go! Okay, let's go. Naar de studio. Dus nou moet jij gewoon zoveel mogelijk knuffels met geld gaan pakken totdat Floris bij de knop is. Mag ik beginnen? Je mag beginnen. Ik heb een plan. Ik ga als eerst natuurlijk voor de 50 euro. Okay. Dat is de pandabeer, de pandabeer. Ik zit hier echt helemaal afgelegen en het is 2 uur lopen naar de studio en ik heb geen rijbewijs. Dus ik moet wel een soort van liften gaan scoren ofzo. Kijk, bij het kontje. Heb je hem, heb je hem. Dit is hem, hè? Nu al. Wow, lekker zeg. Hij is de 50 euro! Nee. Hij blijft hangen. Ik zie hier een busstation en niemand heeft gezegd dat ik niet met de bus mag gaan. Dus dat is wel een goed idee. Jullie vragen je waarschijnlijk af hoe die knop vanuit de studio kan werken. Nou, ik heb ook geen flauw idee, maar mag ik wel. Ja, dat is een heel technisch verhaal, maar ik zal het even uitleggen. De power supply van de grijpautomaat wordt gecontroleerd met een Raspberry Pi. En de knop die is dus weer verbonden met een laptop die met een ASP.NET weer verbonden is met een Raspberry Pi met deze grijpautomaat. Gast, weet je dit? Ja, dat is toch makkelijk? Alleen had Mark hem iets moeilijker mogen afstellen of Pim is hier gewoon veel te goed in. Oh, Pikachu! Ja? Hoe doe jij dit? En? Ja! Weer een winnaar! Het is al 60 euro, hè? Want het blijft hem ook maar lukken. Nou, dat gaat heel goed. Oh, nee hoor. Ja. Leuk gewoon. Ik heb dit heel vaak geprobeerd op de kermis, hè, en ik heb nog nooit iets gewonnen. Oké, de bus ging best wel snel, maar het is nu nog een half uur lopen naar de studio. Dus ik ga een go-fiets pakken en die zie ik daar staan. Met de fiets ben ik er binnen 10 minuutjes ongeveer. Loop. Oh. Hij glijdt eruit, jongens. Jullie hebben hem aangepast, hè? Jullie hebben... Het is een elektrische fiets. Dat vind ik eng. En dan nu snel. Nou, de studio. Ja, het moet toch een keertje lukken, joh. Ja, zou je wel zeggen. Oh. Ja. Yes. Ja. Ja, nee. Oh, nou, nu kan ik er niet meer bij, denk ik. Ik vind het zielig als die pannen niet lukt. Kijk, dit kan nu gewoon, hè. Ik heb gewoon de sleutel, want het ding is nu half van mij. Zo. Jij wil gewoon bluff, jij. Ik wil bluff. Oh. Nou. Oh. Ik hoor het weer helemaal aan die andere kant. Oké, let's go. Ik ben in de studio. Nu snel op die knop drukken. En dan is het voorbij voor Pim. Nou, als dit in één keer lukt. Ja! Ja, het lukt! Nope! Nee! Wat gebeurt hier? Hoe kan dat? Hoe kan dit? Niet. Nee. Oh! De panda eindelijk! Ja! Niet zoals die flamingo. Lekker! Hij was de panda! Oké, nog 2 knuffels kun je pakken. Daar staat hij. Yes!
En boom! Hey, Floris is het! En de machine is uit. Let's go! Sorry Pim! Maar hij heeft wel 6 knuffels met in het totaal 90 euro erop gewonnen. We hebben nu al heel veel dure spullen verkocht voor maar 1 euro. Alleen nu moeten de 2 duurste nog komen. We zijn weer terug bij de auto en voor deze challenge kunnen jullie 50 cent verdienen. Dus dat betekent trouwens dat hierna sowieso iemand de auto kan gaan kopen. En het enige wat jullie daarvoor hoeven te doen is je 50 cent muntje in je spaarvarkentje te gooien. En degene die dat als eerste lukt, mag de auto kopen. Maar je hoeft hem niet te kopen, want je kan ook gewoon de euro houden. Ja, dat ga ik denk ik niet. Ja. Begin maar met gooien. Oké. Ja, dit is echt onmogelijk. Jij was wel dichtbij. Nou, jammer. Ze moeten ook elke keer die 50 cent oppakken en zoeken, zeg maar. Die gaan echt uren mee bezig zijn, gast. Terwijl zij lekker het muntje aan het gooien zijn, heb ik wat leuks bedacht voor de cameramannen. Mark, geef je camera's aan Suzy. En Mees, geef je camera's aan Floris. Die staan hier dus de 2 cameramannen en zijn de 2 noobs aan het filmen. Zien jullie die PlayStation daarachter staan? Ja. Degene die als eerste 1 euro in alleen 5 cent muntjes in dit kistje heeft gedaan, mag de PlayStation kopen voor 1 euro. Jullie mogen al beginnen. Ga maar, go, ga maar. Ja. Ik ben hier gisteren al geweest en we moeten die kant op. Jullie moeten trouwens wel terug zijn voordat zij het muntje erin gegooid hebben, hè? Dan gaan we rennen. Oké, toch maar rennen, dacht ik al, ja. Go, Mees! Ja, ik ben heel snel buiten adem. Ik ben heel reeds vol. Zo, dankjewel. Het gaat toch best makkelijk. Ik had echt verwacht zo diep in een bos dat we dat nooit voor elkaar zouden krijgen. De PlayStation staat ook echt midden in een bos. Dus waarschijnlijk zijn ze op Markse tempo wel echt een uur bezig of zo. Oké, jongens, we zijn nou bij een weg aangekomen. Ik hoop dat hier mensen zijn. Oké. Er is niemand. Hebben jullie toevallig een paar 5 centjes? Ja. 1. Nou super, dan heb ik er 7 al. Het hele stuk vanaf hier tot aan het kanaal helemaal niemand tegengekomen. Dus ik wens je echt veel succes. Terwijl Mees en Mark al best veel muntjes bij elkaar hebben gespaard, heb ik het Lars en Justin wat moeilijker gemaakt door een spaarvarkentje weg te halen. Maar dat blijkt toch iets te lastig te zijn, dus mogen ze steeds een stap dichterbij gaan staan. Oh, gooi maar. In het... Nope. Ah, mis. Ik moet eigenlijk van deze euro 20 5 centjes maken. Ja, dankjewel. Nu moeten we als de bieden weer terug naar Sam. Maar al die tijd dat Mees liftend naar de supermarkt is gegaan, heeft Mark ook al bijna alle 5 centjes geregeld. Nog 2, nog 2, nog 2. Oh, daar komt een groep aan, dat is fijn. Wacht, heb jij een rijbewijs? Nope. Oh, daar komt Mark aan. Mark. Yes. Doe het erin. 10, 15, 90, 95. 5 cent. 5 cent. Wacht, ik word gebeld. Hallo? Hey! Dat betekent dat jij de PlayStation hebt gewonnen. Yes! Dit? Eindelijk iets gewonnen. En wat ga je ermee doen? Ik ga hem op mijn fiets gebruiken. En Lars en Justin zijn er gewoon nog steeds aan het gooien. Ze bleven het maar proberen, maar een muntje willen maar niet ingaan. Nou jongens, kom maar op. Hè. Het begint een beetje lang te duren dit. Kom op. Oh! Die was oprecht heel dichtbij, hè? Oh! Hoe kan dit? Het is echt ongelooflijk. En er komen mede vloggers aan, nu pas. Ik heb het 22 zelf. Oh, je bent al te laat. Mark was eerder. Nou, je mag je camera erover pakken. Heeft hij hem? Nee! Wat? Hij heeft hem gewoon! Hij zit erin! Hij zit erin! Dan is nu de vraag. Wil je de auto kopen? Ja. Ja? Ik heb 2x50 cent voor jou. Precies een euro. Feest dit. Je autosleutel. Yes. Alsjeblieft. Dankjewel. Wat de hel. Yes. Bijna iedereen die in deze video meegedaan heeft, is geabonneerd. Dus like, abonneer. Tot volgende keer. Houdoe! Doei! Je kan trouwens ook pinnen. Ik weet niet of ik het al gezegd heb. Nou, al die moeite voor niks gedaan.